Hans de Boy, de bekende hitzanger uit de jaren 80, heeft eindelijk een woning gevonden na een lange en moeilijke zoektocht. Na 2 faillissementen verdiende hij niet genoeg geld om in aanmerking te komen voor een woning, waardoor hij gedwongen was om te wonen in een staakcaravan. Maar nu is er goed nieuws, Hans de Boy wordt de buurman van Frans Bauer. Vandaag had de zanger een ontmoeting met een behulpzame ondernemer die had gereageerd op Hans' noodkreet. Aangezien hij binnenkort zijn staakcaravan in Aalst moet verlaten, had hij dringend andere woonruimte nodig. Deze vriendelijke ondernemer uit Brabant heeft zich aangeboden en vanmiddag zijn alle benodigde documenten ondertekend. Ik ben ontzettend blij, laat Hans de Boy weten aan Story. Mijn grootste angst was om terecht te komen in de nachtopvang voor dak- en thuislozen, of erger nog, onder een brug te moeten slapen. Maar nu heb ik een echt huis. Ik ben enorm dankbaar. Het komende jaar zal Hans wonen in het Brabantse dorp Fijnaard, waar ook de beroemde Nederlandse zanger Frans Bauer samen met zijn vrouw en 4 zonen woont. Zijn goede vriend Johan Flemmings is erg enthousiast. Wie weet wat dit nog kan opleveren. Voor Hans' aankomende theatertournee heeft hij een chauffeur en iemand nodig die dingen voor hem regelt. Volgens mij heeft Frans Bauer zoons die een rijbewijs hebben.